Hey YouTube, dit is Mike Romeo. En vandaag wil ik jullie bedanken. Bedanken voor alle groene duimpjes omhoog. Alle likes en alle reacties van iedereen. Voor alle Romeo's die een beetje sloom zijn. Of die denken van, huh? Is Mike terug? Dat wist ik niet. Ik heet jullie welkom. Welkom terug. Misschien zitten jullie in een herfstdip. Maar het geeft niet. We zijn er weer. Ik ben nu ook te vinden als ik niet op YouTube ben. Ben ik te vinden op Twitch. En gisteren was de derde keer. En we zijn langzaam aan het groeien. Gisteren hadden we 50 kijkers. We hebben 140 volgers. Dus ik denk nog niet dat iedereen weet dat ik op Twitch zit, helaas. Of misschien zijn mensen gewoon druk. Vooral omdat school weer is begonnen natuurlijk. Of misschien zijn ze bezig met werk. Het geeft niet. Ik hoop dat jullie in ieder geval zo snel mogelijk er zijn. Want we gaan niet alleen Call of Duty gamen. Maar ook FIFA 15 wanneer die uitkomt. Ik kan niet wachten. Als je me live wil zien. En interactie wil hebben met Romeo's. Of met mij in ieder geval. Dan zou ik je aanraden om op de Twitch te kijken. Ik ben er niet elke dag. Maar ik laat jullie wel weten wanneer ik ga streamen. De sfeer is geweldig. Alleen maar positiviteit. En dat is eigenlijk het verschil wat Romeo's, wat jullie maken op de rest van de community. Jullie onderscheiden jullie echt. En dat heb ik wel gemerkt in de chat vorige keer. Iedereen was er voor elkaar. En het was een eenheid. En totaal geen negativiteit. Iedereen is anders. En dat is heel normaal. De ene die vindt, die is een beetje aan het trollen. De andere die maakt grapjes. De andere is wat rustiger. De andere is serieus. Maar iedereen heeft één gezamenlijk doel. En dat is gewoon respect voor elkaar hebben. Met elkaar praten over dingen die je leuk vindt. En kijken naar de gameplay. Of misschien vragen voor mij hebben. En ja, de sfeer was nogmaals geweldig. En ik heb 3 keer heb ik gestreamd. En ik had het voor geen goud willen missen. Als je hier deel van uit wil maken, en ik raad het je echt aan, volg me dan op Twitch en ik zal een link in de videobeschrijving zal ik zetten. Ik heb heel veel goede reacties gehad voor mijn vorige video. Mensen waren weer blij dat ik terug was en het was heel goed ontvangen bij mij. Ik heb ook 1 live reactie gehad, ik bedoel live, in real life bedoel ik dan. En niet alleen op YouTube. En er werd gezegd van... het was heel toevallig. Van ben je gestopt met video's maken? Ik vind het jammer. Want ik keek al je video's. En dat deed me echt goed. Niet alleen jullie reacties. Maar dat iemand dat ook zei in real life. En hij had het ook over mijn 30 minuten commentary. En het gevoel wat hij daarbij had. Dat hij zei van ja. Mensen die iets hebben meegemaakt. Die voelen dat. Het gaat niet om je gameplay. Maar het gaat gewoon om iets wat jij brengt. Om jouw stem. Om eigenlijk hetgene waar je over praat. En het deed me zoveel goed, hè. Toen die persoon dat zei. En ik wil hem bedanken daarvoor. En dat is eigenlijk ook altijd de reden waarom ik video's heb gemaakt voor jullie. En het is een hele mooie brug. Om eigenlijk naar het onderwerp van vandaag toe te gaan. Mensen zoals hem. Die kunnen mij ook inspireren en motiveren. En dat is eigenlijk wat je moet doen in het leven. Je moet ervoor zorgen dat je mensen vindt die jou omhoog kunnen helpen. En ze zeggen vaak soort zoek soort. Of gelijkgestemde zielen die zoeken elkaar altijd op. Maar je hebt heel veel negativiteit in mensen. En het komt waarschijnlijk omdat ze van nature ellendig zijn. Of misschien geen zelfvertrouwen hebben. Of dat er onrecht is gedaan. En dat ze dat gevoel hebben ook echt dat er onrecht is gedaan bij ze. Waardoor ze vaak alleen maar negativiteit praten. En ook heel negatief in het leven staan. En vaak zuigen ze de energie uit je. En in plaats van energie zullen ze een stukje ellende bij je neerleggen. En onbewust, omdat jij met ze omgaat, zul je hun gewoonten zal je zeg maar kopiëren. En eigenlijk ook hun houding, hoe ze in het leven staan, zal je kopiëren. En het gaat allemaal gaat het onbewust. Als je met mensen omgaat die fucked up zijn, dan zal je op een gegeven moment zelf ook fucked up zijn. Dat is hoe het gaat. En daarom wil ik ook aan je vragen.
om nu naast je te kijken, naar die vriend, of naar je vriendenkring in ieder geval, en bij jezelf na te gaan of mensen ook daadwerkelijk het serieus met je menen. Dat ze jou accepteren voor wie je bent. En als dat niet zo is, en het gevoel, dat weet je gewoon, dat zit diep van binnen, dat knaagt aan je. Het is dat stemmetje in je hoofd die je vertelt van eigenlijk zijn mensen niet serieus met me, maar het is omdat ik erbij hoor en omdat ik ergens bij kan horen, maar die van binnen voel ik me niet echt prettig of eerlijk gezegd nog sterker ellendig. En dat is wanneer je je eigen leven niet leidt, maar het leven van een ander. En dat je een leven van iemand anders aan het kopiëren bent. En dan wordt het tijd om een volgende of een hele nieuwe strategie te verzinnen voor jezelf. En te kijken naar de resultaten die je kan produceren voor jezelf op een positieve manier. Je moet met mensen omgaan waar je van kan leren, waar je van kan groeien. En je wilt omgaan met mensen die zoals jou denken. En niet mensen die je alleen maar nemen omdat je er bent en that's it. Want dan ga je nogmaals, je gaat onbewust ga je hun houdingen in het leven die ze hebben, ga je oppakken. En dat is iets wat je niet wil hebben. En ik kan je één groot voorbeeld kan ik jullie geven. En dat zal ik ook doen. En ik denk dat ik het al eerder heb besproken ooit met jullie. Maar ik ga het alsnog vertellen. Eigenlijk waar ik altijd was op het basketbalveld. En dat was eigenlijk waar iedereen kwam. En dat was om te socializen met alle mensen in de buurt, alle jongens, alle meiden, die kwamen daar. En om te praten met elkaar, om te chillen. Maar op een gegeven moment ging het verder dan chillen. Toen werden er ook andere dingen gedaan, negatieve dingen. Mensen gingen smoken, mensen gingen van alles gingen ze doen. Mensen gingen elkaar bullyen en op een gegeven moment voelde je toch niet prettig in die groep. En er was ook altijd een heel klein groepje die aan het sporten waren, die aan het basketbal waren. En daar werd altijd wel naar gekeken, maar die dacht die grotere groep dacht altijd van whatever. Hun moeten opzodemieteren, want dit is ons veld, ons plein, ons alles. En toch, en dat zei ik net ook al, dan gaat er op een gegeven moment gaat er iets aan je knagen. Het is het stemmetje in je hoofd die zegt van je hoort hier niet bij. Wat doe je hier eigenlijk? Ik snap niet waarom je nog steeds daar bent. En toen heb ik opeens mijn mindset heb ik veranderd. En toen dacht ik bij mezelf, ik wil ook gaan basketballen. En dat is wat ik op een dag ben gaan doen. Op een rustig moment, toen het heel rustig was. Ben ik ook een bal gaan gooien. En op een gegeven moment ging ik ook meespelen met de jongens die aan het basketbal waren. En het frustreerde me omdat ik het niet kon. Ik werd afgemaakt en ik ben sportief van mezelf, dus ik ben eigenlijk wel iemand die heel snel dingen oppakt. Maar toen werd ik afgemaakt en ik vond het nooit prettig. En toen ben ik er alles aan gaan doen om mezelf te motiveren en om beter te worden. En dat is voornamelijk door zelfs tot in dag en nacht om op het basketbalveld te zijn. Om aan mijn dribbel te werken, om aan mijn schot te werken. Om zeg maar in de nacht, zelfs wanneer het donker was en er was alleen maar één licht en wat schaduw. Om dan mijn dribbel te oefenen, zodat ik blind kon dribbelen. En de volgende dag door alleen maar tegen de beste te spelen, zodat je alleen maar beter wordt. Want je wordt alleen maar beter door te kijken naar mensen die al goed zijn. Die misschien al beter zijn dan jou. En dan groeien. Je wil niet blijven staan op het niveau wat je nu hebt. Dus zeg maar met mensen die niks doen. En die een beetje op de bodem zitten. En die het allemaal wel goed vinden. Als jij ook zo'n type bent, dan is het prima. Maar ik ben het niet. Dus op een gegeven moment wilde ik groeien. En dat is alleen maar door middel van tegen de beste te spelen. En door te kijken. En door te leren van de beste. Door ermee te praten. Door eigenlijk ermee om te gaan en door te groeien door die persoon. En jij doet het zelf, vanuit jezelf doe je het. Niet alleen omdat hij je helpt, want misschien helpt iemand je niet eens. Maar jij doet het voor jezelf. Jij bent tegen die persoon ben je aan het battelen. En op een gegeven moment word je beter. En dat is ook wat er gebeurde. En dan die grote groep die voorheen zeg maar altijd aan het chillen was, die het verkeerde pad op ging. Die was op een gegeven moment in de zomer was hij alleen maar naar ons aan het kijken. Alleen maar naar ons aan het kijken wat wij aan het doen waren. Want we zaten op zo'n niveau dat gewoon iedereen wilde naar ons kijken. Puur uit entertainment. En op een gegeven moment wilden ze zelfs meedoen.
En dat is hetgene wat ik jullie wil zeggen nu. Leef je eigen leven en leid die niet van een ander. Laat je niet beïnvloeden op een negatieve manier. En zorg ervoor dat je jezelf altijd kan groeien. En dat is door middel van niet door negatieve mensen aan te trekken, maar door die positieve te zijn. En het merendeel, en dat heb ik gemerkt ook van de bromio's in de chat bij Twitch, die zijn heel positief en dat vond ik heel mooi om te zien. Dus nogmaals, leef je eigen leven. In Afrika, en hiermee wil ik afsluiten, in Afrika hebben ze een gezegd en die luidt, en het is moeilijk om te vertalen, maar hij geeft aan, wanneer er geen vijand binnenin je zit, kan de vijand buiten ons geen kwaad doen. En het houdt in, wanneer je niet een vijand voor jezelf bent, want alleen jij kan jezelf schaden, dan zal niemand je kunnen schaden. Niemand zou je wat kunnen doen, omdat alleen jij kan jezelf wat aandoen. Wees jezelf en omring jezelf met positieve mensen. Bedankt voor het kijken en peace!